Recording. Dus de eerste rit met het span. Ik zie nog wat hem start. Ik heb nog altijd mijn bougiekabels niet vervangen. Het kraantje staat open, hier zit naft. Daar nog niet echt veel, maar het zal wel met de cilinderstand te maken hebben. Die staat in neutraal, ja. Eens zien wat dat hem doet. Hij wil vertrekken, ik hoor het. Ik ga even de shock een beetje opzetten. En dat is weg. Ik moet nog een beetje opwarmen. Ik zie nog altijd niet veel naft aan mijn... aan mijn tweede cilinder. Ah, mijn gas blijft ook niet meer hangen. Dat was het laatste dat ik gefixt had, voordat ik hem weggezet heb, dat hij te koud was. Ik had in de winter, als het sneeuwde, had ik ook wel willen rijden. Dus, maar mijn vriendin vond het niet verantwoord om met de kleine te gaan rijden in de sneeuw. Dus ik heb het dan daar niet gedaan. Daar kan ik wel mee leven. Ja, als er mensen achter... Mijn spiegel moet ik ook terughangen, want dat is vervelend. Ik heb hier mijn vestigingspunt, maar dat paste voor de een of andere reden niet, dus ik moet nog kijken voor een andere. Nou, op zijn staarttrap, me. Juist in de bochten ben ik een beetje rustiger, maar so far so good, maar het is meestal bij de... Nu kom ik in Elzel, het Heksendorp. Dus als ik daar voorbij rijd, zijn de twee hellingen of de ene helling daarachter die het dan meestal doen. Dat is de moment of truth. Als ik over die helling raak, maar denk dat er twee zijn hier. Ja, het is één grote helling in twee stukjes. Maar hij heeft volgehouden. Recording. En we zijn al op weg naar huis. Ik heb gecheckt en er staat wel degelijk naft aan de andere cilinder. Hè. Ik ga even zien of ze een extra toertje wil doen. Ik ben mij een beetje aan het inlezen over opvoeding. Ik heb drie dochters. Ik ben 38 jaar. Ik ben maar ik heb geluk mijn vriendin. Mijn vriendin zit op Facebook in allemaal groepen van bewust ouderschap en zo van die dingen. Ik weet niet waarom dat hier... Het is file. Ze waren aan het wandelen gisteren en ze kwam maar tegen als ik een toertje aan toe was met die elektrische motor. En ze zei van ja, kijk, dat is mijn papa zijn vervangmotor. Ik zei dat is elektrisch. Nee, zeg, is dat echt? Is dat elektrisch? Ik zeg, ja, dat is een elektrische motor. Ah, zeg, dat wist ik niet, heb mij dat nooit gezegd.
En nu dat ik haar kwam ophalen, vroeg ze of dat deze ook elektrisch was. Ik zeg, nee, die heeft wel elektriciteit voor zijn verlichting. En de ontsteking. Maar de motor is op naft en lift puur naft. Ik denk, ik heb dan uitgelegd dat dat werkt. En daar juist was ze like, heel gefascineerd naar die cilinder aan het kijken. Kindjes. Ja, en een toertje doen, het is oké, maar ze zegt ja op voorwaarde dat je mama belt. Moet je bellen? Moeten we eerst bellen? Wacht hè. Ik ga even aan de kant staan hier. Dat klikt hier bij u, lijkt het hier van onder vast. Dus dat los doet dat dat niet openvliegt als je aan het rijden bent. Ja, ik moet nog iets maken. Ik ga iets maken dat ik dat hier kan hangen, denk ik, of daar van achter.